Oké, vandaag zakt het niveau van het lichaam van Koppes naar ongekende dieptes. Ja, want we gaan een duikboot maken en we gaan dat op een heel eenvoudige manier doen. We pakken gewoon twee baden en daar gaan we een duikboot uit fabriceren. We gaan proper beginnen, dus gaan we eerst een bad pakken. Kom. Oké. We gaan proberen om aan de voorkant van het bad een soort van kijkgat te maken. Hier, dus als staf in een duikboot zit... Wacht even, waarom ik? Omdat ik claustrofobie heb en dat is levensgevaarlijk. Ik ga dat niet. Wat heb je niet? Als het met spinnen is, arachnofobie. Als het met water is, aquafobie. Wat heb je nu allemaal? Aquafobie, dat heb ik nog nooit gehad. Oh, nee. Maar nu dat je het zegt, nu dat je het zegt, ik voel het opkomen. Ik kom dat niet gaan regelen vandaag. Het idee is dat we zo'n raampje halen uit een versleten object. Ja, ik heb dat thuis. Ik krijg dat alleen open als hij in de pries steekt. Is dat echt? Is dat zomaar? Echt waar. Je moet die aanzetten en dan deur en dan gaat hij open. Anders gaat hij niet open. Ja, maar er is de pries is eraf. Er de pries zijn eraf, hè? Hangt er nergens de kabel aan, maar je ziet, dan moet je ooit de kabel ingezet hebben. Er moet toch een idee van een kabel zitten? Ja, ja. We gaan dat wel loskrijgen. Voilà. Je wil je? En dat erop zetten en dan aftekenen gewoon. Of hoe doen we dat? Ja, en slijpen. En slijpen. We gaan echt alles zo goed moeten afsluiten, want daar komt zoveel druk op te staan. Hè? Voilà, maar. Voilà. We hebben een onderstel. Oké, nu gaan we die twee baden op elkaar zetten. Ja, oké. Let op, laat die badkap niet op zijn kop vallen. Laten zakken. En hoe voelt het daar? Als we die nu gewoon een keer op elkaar vastmaken met vijzjes en dan vol laten lopen met water, dan weten we al onmiddellijk of er water naar buiten gaat. Want als er water naar buiten gaat, weten we ook of er water naar binnen komt. Ja. Gaan we die niet verven nog, want dat ziet er niet uit eigenlijk. Maar ik zou die gewoon volledig camoufleren, zoals in het leger. Ja. Die zijn altijd zwart, dat je gewoon zo... De zwarte duikboot. Een zwarte, mooie duikboot. Oké. Okay. Oh, wacht, dat is geen zwarte man. Dat is geen zwart, dat is zeker geen zwart. Dan zie ik dat dat geen zwart is. Dat gaat een roze boot worden, want dat is... Maar dat is ook schoon, hè? Oei. Niet? Zie, kijk, dat wordt zo'n boot van Mattel. Nee? Dat is toch schoon? Zie. We noemen hem de Pink. Ja, want dat is eigenlijk ook wat dat gehoord. Ah ja, dat is wat dat gehoord. Dat gehoord. Pink, pink, pink. In een duikboot. Kijk gewoon, kom. Oké, nu we de boot roze hebben gemaakt, kunnen we misschien het bad laten vullen. Wat denk je? Dus, als er nu geen water ontsnapt, kan er ook geen water naar binnen komen en dan zijn we safe. Oh, 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 oh. Waar? Doe die voeten eens weg. Staf, kijk, man. Van waar komt dat? We zitten met een lek. Dat kan niet. Van waar komt dat? Oh, oh hier, man. Maar kijk. Maar wie heeft dat gelast? Hier. Hé, hey, maar dat is niet goed, hè, jongens. Dat is niet goed, hè, mannen. Allee, dat is levensgevaarlijk. Dat is nu één ding dat wij niet konden. Lassen. En daarop het missen. Allee, maar zo, hè. Kijk. Dat heb ik nu echt niet goed gelast. Nee, dat is nu een keer niet goed gelast. Dat kan niet anders dan goed gaan, hè. Ja, dat denk ik wel, ja. Nu is gewoon alleen nog hopen op een goede afloop. Want het bad is vol.